Zwarte kranen zijn enorm populair. Vaak krijgen we dan ook de vraag hoe je deze kleur kranen goed schoonmaakt. Doordat zwarte kranen een poedercoating hebben, is het belangrijk dat je er voorzichtig mee omgaat. Ik zal je in deze video uitleggen hoe je dat doet. Kalkvorming kun je niet volledig vermijden, maar je kunt er wel voor zorgen dat je langer kunt genieten van een kalkvrije kraan. Maak je kranen na gebruik daarom droog met een zachte doek. Gebruik hiervoor geen microvezeldoek, want deze kan krassen veroorzaken. Het gemakkelijkst droog je de kranen even af met de handdoek waarmee je jezelf ook hebt afgedroogd. Probeer hier een gewoonte van te maken, want dat scheelt achteraf een hoop intensief poetsen. Scherpe voorwerpen kunnen lelijke krassen achterlaten op je kranen. De meeste kranen hebben namelijk een messing binnenwerk en zijn afgewerkt met een kleurlaag. Maar deze kan gevoelig zijn voor krasjes. Wanneer er een kras in de kleurlaag komt, kijk je op het messing binnenwerk. Voorkom krassen door geen schuursponsen, microvezeldoeken en schuurmiddelen te gebruiken. En let ook op met sieraden. Wees dus ook voorzichtig met de zeep die je gebruikt op je gekleurde kranen. Agressieve reinigingsmiddelen wil je hier namelijk niet op gebruiken. Hiermee bedoelen we schoonmaakmiddelen die azijnzuur, zoutzuur, fosforzuur of chloor bevatten. Het beste kun je kiezen voor een zachte zeep zoals groene zeep. Breng de zeep altijd aan met een zachte doek of spons en nooit direct op de kraan zelf. Laat de zeep niet langer dan 2 minuten inwerken en spoel na het schoonmaken de kranen goed af, zodat er geen zeep achterblijft. Droog vervolgens de kranen weer af met de zachte doek. Grote kans dat je wel eens onder een douchekop hebt gestaan waarvan de waterstralen alle kanten opgaan behalve recht naar beneden. Dit wordt veroorzaakt door kalk in de zogenoemde nozzels. Vaak kun je deze gemakkelijk losmaken door met je hand over deze nopjes te wrijven. Doe dit zo nu en dan tijdens het douchen en je voorkomt dat de gaatjes verstopt raken. Omdat elk merk de kraan op een andere manier afwerkt, kan het onderhoudsadvies per merk verschillen. Houd er dus rekening mee dat de eerder genoemde tips relatief universeel zijn, maar check dus wel altijd de onderhoudsvoorschriften van jouw specifieke kraan. Ben je benieuwd naar alle kleurenopties? Neem dan eens een kijkje op onze website of kom langs in een van onze showrooms om de kleuren in het echt te zien. Vind je deze video nou leuk? Geef deze dan een duimpje omhoog. Heb je suggesties voor een volgende video? Laat het dan even weten in een reactie. En wil je nooit meer een video missen? Abonneer dan nu op ons kanaal.